Archeologie. Waarom de noodzaak van een terugkeer? Is het de ontdekking van een verloren voorwerp? De plattegrond van een jeugd? Als Telemachus ga ik aan land. Ik heb geen speer. Armoezaaier verward in dialecten, opgejaagd door de polsslag van het geheugen. Waar zijn de vrijers? Waar is onze kampioen in de groene trui? Om mijn honger te stillen, moet ik een houweel kopen. Misschien steekt mijn oudheid diep onder de aardlaag, wordt het moeizaam delven naar dat beperkte epos. Voorzichtig op te graven als een benen vishaak. In de parkvijver tel ik de rimpels van een weemoedige vloedgolf. Ik zie oude bomen, gereduceerd in de spiegelvlucht van trekvogels. Vanaf de romantische Belvedere lijkt het panorama een fotomontage. Mijn ogen wijd open voor woondozen en de waakvlam van de industrie. Ver van alle tumult en geluid klinkt het zachte falset van een westenwind. O solitude, mijn zoetste keuze. Is dit een grap? Wat speelt er in je bovenkamer? Nee, verman je. Dames en heren, goedenavond ook namens Behouden Begeerte en namens Wijlen, uitgeverij Polis. Heldleven, Jan. Een ironische titel mag ik toch aannemen, hè? Absoluut. Ik zou me geen held durven noemen, maar er zijn voorbeelden in de kunstgeschiedenis die het van componisten of dichters die dat al ook hebben gedaan, die zichzelf een held hebben genoemd, alhoewel dat ze het met een ironische bedoeling hebben gebruikt. Het is een tweelaag duidelijk, met radeloos geluk. Dat is je autobiografie die je 2 jaar geleden gepubliceerd hebt, zoiets 1,5 jaar geleden. Je noemt dit een autobiografische suite. Iedere poëzielezer weet dat hij, nou, het ergste wat een poëzielezer kan doen, is het lyrische ik verwarren met de auteur. Maar in dit geval hebben we toch te maken met 1-op-1. Het ik, dat ben jij. Absoluut, er is geen uitstapje in naar de fantasie. Dus alles kan ik retraceren. Het is voor mij allemaal heel duidelijk, glashelder, waar ik het heb gehaald. De bronnen zijn er, dus... Je deed het in radeloos geluk. Besloot je ieder hoofdstukje ook met een klein miniatuurtje uit de kindertijd. Waar zit eigenlijk het verschil? Misschien moeten we wel hebben, wat is nou eigenlijk een gedicht? Is dat als de bladspiegel niet vol loopt? Soms is dat eigenlijk zo. Ik schrijf soms in grote verwarring en radeloos geluk... Want het ligt dicht bij elkaar, hè, dat ze mee eens zijn. Dus radeloos geluk is ook improviserend gegroeid. En een van de laatste ingrepen die ik heb gedaan was het inlassen van die stukjes die mijn kindertijd, mijn jeugd, naar boven haalde. Omdat ik eigenlijk een soort rode draad aan het zoeken was toch in die verzameling van stukken. En onder andere die inleidende stukjes, die konden daartoe helpen. Later heb ik gedacht van, gooi ik hier niet iets weg waar dat ik nog iets meer had kunnen uitpuren. En zeker ook op een andere manier, op een toch nog meer lyrische manier. Dat je ook beeldrijker kan gaan werken. En er was ook al een hele tijd broeide er iets van dat ik toch graag voor één keer een boek wilde maken waarin mijn teksten samen zouden gaan met mijn beelden. Meestal al heb ik boeken geïllustreerd, was ik in functie van een schrijver. En het broeide eigenlijk om het nu eens allemaal bij elkaar te brengen. Die helden.
Ja. Ik heb in het gedicht wat je voorlas, heb ik de groene trui horen voorbij komen. Mm-hmm. Fred de Bruyne neem ik aan. Of was Stan Okkers? Stan Okkers was eigenlijk een beetje voor mijn tijd. Ik weet niet, ik heb nog wel zijn ongeval meegemaakt. Maar in dat gedicht komen twee grote lijnen samen. Bijvoorbeeld mijn passie als kind al voor het boek. Ik was een boekenworm, ik verslond heel veel. En het waren vooral boeken die te maken hadden met Griekse mythologie en de Romeinen en dat soort dingen meer. Dus vandaar die verwijzing naar de Iliade. Dat zijn de helden, maar de andere helden zijn je ouders op de een of andere manier. Ja, maar voor mij is dit trivialer dan toch. Dus je krijgt dan de held met een groene trui enzovoort. Daar ben je als kind mee bezig. En je gaat dan delven naar je jeugd, naar je herkomst. Hoe zat het nu weer allemaal in elkaar? En dan kom je op de deur natuurlijk, je kan het niet ontlopen. Heb je te maken ook met je ouders. En ik moet die vraag opnieuw stellen. Je hebt het natuurlijk vaker verteld, onder meer in de uitzendingen van Kinderen van het Verzet. Er zit een familiegeschiedenis die ook weer voortdurend in deze gedichten speelt. De geschiedenis van je ouders die elkaar in het kamp tegenkomen. Dat waait verder uit ook naar vakanties in Bohemen. Er is een gedicht over een Spaanse kampvriend van je vader die je zou willen gaan opzoeken in de Champagne-streek. Wat mij altijd is blijven fascineren, ouders die de gruwelen van het nazisme hebben meegemaakt, hoe konden die dan in die naoorlogse jaren zo blind blijven voor dat andere totalitaire systeem? Dat is een vraag waar ik eigenlijk geen antwoord op kan geven, omdat die mij tot de dag van vandaag bezighoudt. En ik denk, hoe ouder ik word, hoe meer ik erover lees, over het Stalinisme en zo, hoe groter mijn vragen zijn. Het wordt voor mij nog onbegrijpelijker. Ik lees de laatste jaren heel veel boeken die te maken hebben met het leven van Russische dichters, Russische kunstenaars, die allemaal vervolgd zijn, die op een gruwelijke manier zijn afgemaakt. Mm-hmm. En de vraag is dan, hebben zij dat niet geweten? Wir haben es nicht gewusst, bijvoorbeeld, maar dan langs de linkerkant. Ja, Majakovski bijvoorbeeld is iemand die in jouw werk vaak terugkomt. Ja, ja. Maar dat is dan nog, daar kun je nog over twijfelen waarom dat hij is gestorven. Hij heeft zelfmoord gepleegd, maar de redenen die zijn redelijk obscuur. Maar er zijn andere gevallen, zoals Meyerhold en allerlei dichters die echt schandalige manieren zijn weggevoerd en terechtgesteld. En die feiten die waren eigenlijk toch wel bekend voor de oorlog. In de jaren 39 enzovoort. Gide heeft erover geschreven. Mm-hmm. Dus dat je dan ook nog na de oorlog daarin meeloopt tot de destalinisering, de processen die het partijcongres, wanneer Khrushchev afstand neemt. 1956, En dat je dan zegt van ja, we hebben ons vergist. Ik vind dat nogal gemakkelijk eigenlijk. Vragen waar je mee blijft zitten. We gaan luisteren naar twee gedichten, gelezen door Ware Borgmans. Twee gedichten over je ouders. Een huwelijk. Laten we het verleden blauw-blauw laten. Voor oude koeien graven we een sloot. Het is winter. Bakstenen kraken. En ik krijs. Omdat ik een kind zou worden, of moest. Onwetend hoe het hart van de wereld klopte. Een wachtkamer van dromen gemaakt. Ik hield mijn handen voor mijn oren en keek weg. Herinneringen mochten mij niet inhalen, wilde ik overleven. Die inzet heb ik verloren. Een strategie die kansloos bleek. Terug naar het begin, in 1947.
Ooms en tantes in slagorde, overdreven op hun best. Gehuurde chic naast koperen kandelaars voor een door de weeks retabel. Tussen palmen en vrees. Tijd voor pittige boetedoening en volhardend gebed. De grootvader met mijn naam tekent een register. Hij heeft een witte handschoen in zijn linkerhand. Ook hij heeft zo zijn idee over het sacrament. De verbintenis tussen de twee die mij zullen wekken. Het oordeel gunt hij God, gewijd op krediet. Het binnenschip. Wanneer zal hun bootje zinken? Drijft er graan in het ruim? Hij pakt daar vast, zij stribbelt tegen. Is het wel verweer? In zijn hand een sigaret, een schroeispoor over haar rug. Liefde is niet vrijmoedig, geen blikseminslag. Voor hen een deal praktisch als een loopplank, een bolder op de kade. Zijn voeten in de knoop van meertouwen, afgetrapte schoenen. Als ik zijn zoon ben, ja, als ik zijn zoon ben, stamp ik ze weg. On est toujours de quelque part. Ja. Wat betekent het eigenlijk om van Hoboken te zijn? Oh, voor mij, ik weet niet. Ik hecht er geen bijzondere betekenis aan dat ik van Hoboken ben. Of ik niet van Hoboken ben of van ergens anders doet er niet toe. Nou. Maar ik kan niet wegstoppen dat ik hier een leuke op kindertijd heb beleefd. Hier in dit park bijvoorbeeld, waar ik veel kwam ravotten. Hoboken was natuurlijk bij uitstek toen een socialistische gemeente. Was toevallig dat je daar terecht kwam? Nee, mijn familie heeft haar roots hier. Ja. Dus mijn grootouders die woonden op de kioskplaats. Het hart van Hoboken. Ja, ja. Mijn vader in de Kapelstraat voor de oorlog of tijdens de oorlog. Na de oorlog zijn ze getrouwd en zijn ze dan hier in Hoboken komen wonen. Je was enig kind, hè? Ik was enig kind, ja. En ik heb dan 2,5 jaar in Mazeik gewoond. Mijn grootmoeder had daar een nieuwe man, dat was een mijnwerker. Dus eigenlijk mijn eerste jeugdherinneringen zijn gebonden aan Mazeik. En ik ben dan teruggekomen. Hoe oud ben je dan? Ja? Rond 4,5 jaar, denk ik. Nog een jaar kleuterschool gedaan. En dat was heel, heel vreemd. Ik was een soort migrant. Want ik sprak anders. Ja, ja. Ik sprak met ich, dich en du. En dat klonk vreemd voor die kinderen. Mijn timbre was ook zachter. Maar ik heb mij dan wel snel aangepast aan de zeden en gewoonten van de lokale bevolking. En dan ben ik hier in Hoboken opgegroeid. Godsfeest. In de kerk hangt een groot kruis. Zwart als het slip van de rivier waarin het door Noormannen werd gedumpt. Een mirakel dat wij vandaag versieren met lelies en leed. Toch vrees ik die donkere gespalkte, zelfs tegen het witte zeil van de zon, wanneer ik schaduwen herken. Rijen van heiligen, gestenigd, verbrand, gekruisigd, met lansen doorstoken, of van gekeelde martelaressen, die hun hoofd een eind wegdroegen, waarvan de tong tot de Heer sprak, ontvang mij, ik ben schuldeloos en rein van hart.
Op deze hoogdag beken ik trouw, nieuwe soldaat van Christus, standvastig in geloof, het zegel van de Heilige Geest op mijn voorhoofd, getuigend dat ik hem bemin die oneindig volmaakt is en alle liefde waardig. Uit heel mijn ziel, met al mijn krachten. Men mag mij voor de leeuwen gooien, ik zweer te vechten als Ben-Hur. Een zuil van licht zal op mij schijnen, ik zal glanzen als parelmoer. Nu feest, zegt moeder. En dan rijdt vader ons naar de sandwichbar op het Astridplein. We eten ossetong in Madeira-saus en zitten te kniezen, alleen, als heilige familie voor gesloten deuren. Verstarde figuren gesneden uit tin. We zouden best nu zo gaan naar het bruggetje. Dat is voor mij historisch erfgoed. Aha. Historisch erfgoed in welke betekenis? Omdat dat... ik heb daar veel gespeeld als kind. Mm-hmm. En dat is blijven hangen. Ik heb het ook nadien geschilderd. Er zijn een paar schilderijen waar dat het bruggetje op fungeert. Het komt ook voor in de dichtbundel. Ja. Mm-hmm. En wat ik niet wist, en maar pas heb vernomen, dat is dat het is gebouwd in de jaren 30 door de familie Jambers. De grootvader van Paul Jambers. Ja. En Paul is terecht er zeer trots op. Natuurlijk. En ik gebruik het meestal als object in een dromerig schilderij. Ja. Mm-hmm. Maar het gevoel dat je krijgt in zo'n park, komt dat dicht bij nostalgie of is dat de verkeerde term? Ik denk dat dat klopt, ja. Omdat je het kind terugziet dat je toen was. Mm-hmm. En dat je focus heel beperkt is, of en ook de wereld. Mm-hmm. En vandaar dus toch, het kind is de vader van de man. Ja, absoluut. En dus kan dat niet anders dan doorwerken in je poëzie. Ja. Ja. We grossieren wel in wijsheden vandaag, hè? Ja, maar dat is, ze zijn goedkoop, meneer. Bloedvrees. Een man van 70 wandelt langs een koelwagen. Hij leest vergulde letters, de naam van een groothandel in fijne vleeswaren. Een paar stappen verder. Plots is er de heftige geur van varkensbloed. Het bloed dat hij moest drinken als kind. Het zou hem sterken, zoals ambrozijn voor de eeuwige jeugd. Op slag ziet hij zijn vader, bezig in de duistere kelder van de slagerij. Roerend in zinken emmers, wringend aan donkere pensen van bloed, reuzel en spek. Het kind in de man van 70 knijpt zijn neus dicht voor de stank van bederf als roestend metaal. In zijn handen draagt hij een dood gewicht. Dit is dus de beenhouwerij. Vers inlands vlees. Van Riet Rombout stond er op de etalage. Dus hier staat een slagerszoon met een brilletje. Ja, absoluut. Mensen hebben vaak, als ze met de teletijdmachine van professor Barrabas naar vroeger terug willen, dan is de geur vaak heel belangrijk. Heb je die geur van die slagerij nog in je... Ja, want ik schrijf erover in een van de laatste gedichten over bloed. Om een of andere reden, mijn vader die dacht, als ik bloed dronk,
varkensbloed of zoiets, dat zou me aansterken. Mm-hmm. Dat was de tijd ook dat we allemaal levertraan moesten drinken. Ja, en wat ik nu ook herinner, dat is dat ik inderdaad eigenlijk bijvoorbeeld veel onder een lamp moest zitten voor mijn bronchjes. Mm-hmm. Dus misschien was ik een zwak kind op dat moment, I don't know. Maar ik dronk dus af en toe van dat bloed, ik vond het nu niet geweldig. Blauw? He? Nog lauw? Blauw, ja. Blauw bloed. Huh? Nee, lauw. Oh, ik dacht blauw bloed. Nee, nee. Lauw. Ja. En, maar ik heb vooral die penetrante geur herinnerd me. Dat kan ik me voorstellen. Er was een gangetje achter van de slagerij. Er is een garage achter. En daar was er dan een kelder. Mm-hmm. En daar prepareerde mijn vader beulingen en dat soort dingen. En als je daar voorbij ging, dan stonk naar dat bloed. Mm-hmm. En dat is iets dat ik nog altijd vast heb. En ik schrijf in dat gedicht dat ik een camion passeer van de slager en ik kriek ineens die bloedgeur. Mm-hmm. Dus dat heb ik nog overgehouden van Grote Baan nummer 7. Ja. Ik heb hier ook zo een aantal eerste herinneringen aan muziek. Dus we hadden een paar fonoplaten. Mm-hmm. Nat King Cole en... maar we hadden ook een plaat van Paul Robeson. Die zwarte zanger, een bas. Mm-hmm. En die was heel... Die stond een notoire communist. Mm-hmm. En dat was ook de reden, denk ik, dat mijn vader die plaat in huis had. Mm-hmm. En die man zat heel veel in het Oostblok, die Robeson, want die werd dan in de Verenigde Staten door McCarthy enzovoort vies bekeken. En een nummer op die plaat was 16 tons. En dat begint, het refrein 16 tons, what do you get? Another day older and deeper in debt. En als kind zong ik dat na, ik brabbelde dat wat na in mijn eigen Engels. En de laatste zin, deeper in debt, die maakte ik van dieper in bed. En mijn vader vond dat niet leuk en die gaf me daar een klap voor. Serieus? Dus die herinnering die was er opeens deze ochtend terug. Ja. Mm. 16 times. The morning you get another day older and deeper in debt. And Peter, don't you call me. I can go. I owe my suit to the company store. Volgens mij moeten ze er nu gewoon een muziekje onder zetten. Terwijl wij ongedwongen die kant op lopen. Toch? Ja, maar welk muziekje zou ze daar dan onder zetten? Morricone. Taria, ta, ta. Nee? Dat lijkt... of iets met violen. Ja. Cello. Misschien laten ze ons nu in slow motion lopen. Ja, laten we dat proberen. I seem to be what I'm not. You see, I'm wearing my heart like a crown. Pretending that you're still. Een zesde platter. Een zesde platter wilde ik zijn. Te hoog gegrepen voor een wit jongetje van 10 zonder snor. Bovendien niet uit Kansas City. Zoals Herb Reed, de kleinste. Wel met de diepste stem. Geweldig vond ik het. Hoe hij het toneel opstormde, een aanloop nam en over de planken gleed te snel voor het volglicht. Ik zou buitenom gaan. Mijn plek links van hem, hand op zijn schouder, meedijnend op de trage ritmes van onze hits. Doe-a, doe-doe. Doe-a, doe-doe. Oh, yes. Ik liep door de gang van de schouwburg en schoof over tegelstenen mijn weg naar het toilet. Hoopte dat mensen elkaar aanstoten. Kijk, daar heb je de zesde platter.
En tijdens ons optreden dronk mijn moeder cider met grenadine. Bewonderde ze haar zoon achter de microfoon, die in zijn eenzame wereld een spel speelde, vingerknippen deed alsof zijn hart een gouden kroon was op zijn hoofd. Oh yes, I'm the great pretender. Ooh, 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 ooh. En de volgende twee gedichten hebben betrekking op het gesprek dat nog volgt. Het doel. Woensdagochtend, 5:00, als de dag begint. Ze uit haar kamer sluipt, een briefje achterlaat dat verklaart. Stilletjes opent ze de deur, buiten en eindelijk vrij. Bye bye. In die tijd wandelde ik door het woud van de stad op zoek naar wat. Hetzelfde sombere gevoel van een eenzaam hart en een onbestemd doel. Portret van een jonge man die kunstenaar wil worden. Onbezwaard en ongeregeld hoort te zijn. Maar ik had me dichtgetimmerd met verleden en bijbehorende verhalen. Je losmaken en niet proberen te vertellen, zei de docent. En je boodschappen, die schrijf je op een lijstje. Bye bye. Het licht van het atelier was verpletterend. Paul McCartney zong een tragedie in 223 woorden. Mentor. In die tijd sloten we op Brenda Lee of Connie Francis. Maar er bestonden ook Franse liedjes bedoeld voor verkennend zoenen. Plakkerig tempo, altijd onvervulde liefde en gekwetst geluk. Het afscheid op een verlaten strand, de trein in de nacht, hoe eenzaam hij floot. Schuifelen op een tegel. We hielden het snel voor gezien. Het jazzcafé lokte. De rokerige keet waar dichters door woorden overstag gingen. In de waan dat de ochtend geen zwaartekracht kende. Ze legden hun kloppend hart op tafel. Schoven met stoelen. Het meubilair zou dadelijk gaan zweven. Ons nam ze tot getuigen van hun complot. Tegen de rede en het overschot van gelijk. Plots werd het een moeilijk seizoen voor de poëzie. Een dichter slikte een overdosis, een ander hing onder de trap, nog iemand reed zich te pletteren in de mist. Op de radio mocht hij opnieuw met zijn mooiste gedicht. Na afsluiten begon het collectieve vergeten. Ik herinner me hoe hij aldoor tipsy zong. En wat is dan de quintessence? Wat is de essentie? En geen van ons die dit doorhad. Wat is dan de quintessens? Wat is de essentie? Jaap Fischer, hè? Dat kennen we nog. Ja. Een serie gedichten, The Portrait of an Artist as a Young Man, daar gaat het natuurlijk om en hoe je langzamerhand ontworstelt, het komt letterlijk in een van die gedichten, ontworstelt aan ja, die beklemmende sfeer, die familiegeschiedenis. En dan gaat het over ja, je meesters en je mentor. Dat gedicht, het laatste gedicht wat Warre voorlas, heb je opgedragen aan Jan de Roek. Volstrekt vergeten. Wat voor iemand was het? En wat betekende hij voor jou? Ik kwam hem ook tegen in het verzameld werk van Patrick Conrad bijvoorbeeld, ja. Voor wie die ook veel betekend heeft. Wat was hij? Ja, die gedichten gaan over de periode, ik ben dan 19 jaar, 20 jaar, en ik begin heel veel te ontdekken. Ik maak vrienden, dus de ontdekkingen die ik dan doe is literatuur, meer lezen, nieuwe schrijvers leren kennen. Ook in de wereld van de beeldende kunsten gaat er heel veel open. Ik kom bij mensen thuis, zoals bij Pernat.
Mm-hmm. Ik zie daar dingen die ik niet kende. Er is ook een gedicht over Pernat in de bundel. Ja, dus interieurs, de manier van leven enzovoort enzovoort. En ik kom ook dan in cafeetjes. En in een van die cafeetjes waren heel veel dichters die later de Pink Poets zouden vormen. Mm-hmm. Die misschien waar niet... Waar jij overigens nooit bij gehoord Nee, hebt. Omdat dat toch niet echt mijn echt ware vriendenkring was. Maar er waren van die figuren zoals een Jan de Roek, die zo'n enorme culturele bagage meesleepte en die ook als persoon fascinerend waren. En ik vond het geweldig om zo iemand te leren kennen en daar vriendschappelijk mee te kunnen omgaan. Hij is 30 geworden of zo, jong gestorven, auto-ongeluk, net als Paul Smith. Ja. En dus ik heb daar heel warme herinneringen aan die Jan de Roek, die van Boom, hij woonde in Boom. Ook ik vermoed een arbeiderszoon die wegens zijn geweldig intellect carrière heeft kunnen maken. Hij gaf les aan de universiteit in Brussel. En ja... Het zijn de jaren van een soort bildungsreizen eigenlijk die ik dan beschrijf. Ja, je noemt er een aantal. Hè? Ja. Je hebt het bijvoorbeeld over openbaring, dat je kon schilderen als Raoul de Keizer. Of een ander gedicht. Ik heb De Futurist gelezen, Die Verderf Wil Zwaaien. Ja. Majakovski neem ik aan. Klaus zien we ook in een bepaald gedicht. Dan zien we... Een klein figuurtje, dat is duidelijk Jan van Riet, die van opzij een beetje zit te kijken naar de meester die zijn gedichten leest. Maar Klaus was voor jou zo bepalend dat hij jou eigenlijk van de poëzie afgeholpen heeft, heb ik wel eens het idee. De figuur van Klaus, ik ben Klaus... Het staat er letterlijk, kijk, ik zal het nog even voorlezen in een fragmentje... Over Klaus gaat dat. De klap was pijnlijk en vernederend, maar wij voelden verlossing, bereid onze andere wang toe te keren. Mm-hmm. Het gevoel van, daar kunnen we toch niet tegenop. Ja. Waren mixed feelings. Hij was een kolos, iemand die je grenzeloos kon bewonderen. En ik heb hem snel ontmoet, vroeg ontmoet toen ik zeer jong was, toen ik die anticensuuravond heb georganiseerd in 1968. En het beeld in de dichtbundel gaat over die avond. Hij leest dan zijn gedicht voor aan de gecensureerden. Mm-hmm. Maar ik leerde dan nadien veel dichters kennen, zoals Eddy van Vliet, Nick van Brugge, Hugo, Klaus en et cetera, et cetera. En die concurrentiestrijd, die durfde ik niet meer aan te gaan. Ik voelde me daarin verloren eigenlijk. Ik was daar echt veel te onzeker in. Het is opvallend, hè? Je laatste dichtbundel verschijnt in 1984. Ja. En dan 24 jaar zwijgen heet dat, wanneer een dichter niet publiceert. En dan in 2008 opnieuw, dat is vlak na de dood van Klaus. Mm-hmm. Ja, ik las ondertussen veel te veel goede dingen. Dus, en ik dacht, wat kan ik daar nog aan toevoegen? Ik vond ook op den duur dat je alleen maar iets kon neerschrijven als je echt iets hoefde te vertellen had. Ik kon heel veel dingen kwijt in mijn schilderen. Dus waarom zou ik nog schrijven? Dus dat heeft dan 24 jaar geduurd en dan zijn er toch allerlei aanleidingen dat je toch opnieuw begint. Ik denk ook dat het een microbe is die je toch altijd vast heeft, een soort een virus die je niet loslaat. En dan begin je toch maar opnieuw. En het hielp natuurlijk dat de rijen in de poëzie werden uitgedund. Er zijn er veel van mijn dierbare collega's, mag ik nu wel zeggen, weggevallen. Van Vliet, Van Brugge, Herman de Koning, de Koning, et cetera, et cetera.
Dat maakte mij het enigszins lichter om opnieuw te beginnen publiceren. Okay. Plus dat ik dan ook vond dat ik... En dat is met alles zo, denk ik. Ik vind ook van mezelf als schilder dat ik veel meer metier heb, het veel beter kan formuleren. En ik vond, of ik vind van mezelf ook als schrijver, dat ik veel sterker in mijn schoenen sta dan, laten we zeggen, 30, 40 jaar geleden. Ja. En dus dat is een kwestie van, denk ik, van zelfvertrouwen. Zelfvertrouwen. Bij die werdegang en hoe je langzamerhand een kunstenaar werd, vergeten we nog één iemand. Je ontmoette Simone, je vrouw. Wat was haar betekenis voor je ontplooiing als kunstenaar dan? Ze zit in de zaal. Ja. Nee, die ik denk, wat is het, de stimulans die van Simone uitgaat, is belangrijk. Ook de scherpe, kritische blik die rigoureus is, zonder pardon. Wat ik mij soms moet tegen afzetten, moet verweren. Maar ik denk, het is een soort samenspel op den duur, want het gaat dan zover dat bijvoorbeeld Simone oog heeft voor dingen die ik zou kunnen schilderen. Mm-hmm. En dan denk ik soms, ze heeft gelijk. Of soms zeg ik, nee, ik kan het niet schilderen, of het is niks voor mij. Dus het is een kwestie van leren meedenken en zo, maar ik profiteer er dan wel van. Is zij je eerste lezer? Nee. Het is heel gek. Simone zal wel de eerste ziener zijn met schilderijen. Mm-hmm. Maar ik denk misschien ook omdat ze zelf schrijft dat ik mij hoed om haar mijn dingen te laten lezen. Ze wordt er meestal mee geconfronteerd als ze indruk zijn of naar de uitgever gaan. Ja, ja. En twee schrijvers op één kussen, nee, weten wat daartussen slaapt. Nee, ik heb bijvoorbeeld wel behoefte aan feedback als ik schilder. En dan roep ik Simone regelmatig om te komen kijken. Maar bijvoorbeeld met teksten en zo, dan ik ga nooit teksten geven om te vragen, wil je het eens lezen? Mm-hmm. Omdat ik denk dat we daar ook een te verschillende kijk op dingen hebben. Ja. Wij hebben elkaar leren kennen. Ik ken de datum nog echt uit mijn hoofd. 21 februari 1968. In een bruin café, zoals men dat toen noemde, in de Pelgrimstraat. Het café heette de Sint-Matthijs. Ik zat daar met mijn toenmalige vrienden, hippie-achtige figuren. En daar kwamen twee jonge mannen binnen. En een van die twee jonge mannen kende mijn vrienden en de andere kende die niet. En zij zijn mee aan onze tafel komen zitten. En de mij onbekende man, die had blijkbaar onmiddellijk een goed voederen. Ik was vooral heel in de wolken met de aandacht die hij aan mij besteedde. Wij zaten aan die tafel met al die, zoals de jonge mensen bij elkaar zitten, aan de tafel te praten. En wij hebben al iedereen achter ons gelaten en wij zijn beide opgestapt naar de Wolstraat. In de Wolstraat was toen een ander nogal alternatief cafeetje, de Mok heette dat. En daar hebben we elkaar voor het eerst gezoend, dezelfde avond. Het was vlug gebeurd. Hij zat sinds een paar maanden op de academie, hè, sinds oktober denk ik. Dus oktober, november, december, ja, februari. 5, 6 maanden zat hij op de academie. Ik was pas afgestudeerd en ik had mijn eerste job als schooljuf in Antwerpen ook. Ik denk dat hij toch ook al bewust was echt wat hij wilde. En hij wist ook waar dat hij voor zou gaan. Daar was hij zich echt wel heel erg van bewust. Ik liep daar ook soms binnen in die ateliers als die studenten, want hij was toen student. Ik frequenteerde die school ook wel. Ik heb daar ook meegemaakt dat bijvoorbeeld er waren toen ook cursussen naakt schilderen. Dus als er dan zo'n model zat, ik was er heel veel bij. Dat interesseerde mij ook al heel, interesseerde mij enorm.
Dat ging echt een deel van mijn leven heel vlug mee uitmaken. Nee, ik denk dat ik het geluk heb leren kennen met Jan. Ja, dat kan ik wel zeggen. Ja, ik denk dat wel. Daar ben ik wel van overtuigd. Dat hij mijn leven heel erg verrijkt heeft. Gewoon op cultureel gebied, zeker. Er is ook nog iets anders, hè, buiten het... Je kan ook met mensen bevriend zijn die je leven verrijken, maar dat is nog iets anders dan je partner. Hè. Er is ook nog iets anders. Er is ook nog, hoe noemen we het, de liefde. Tijden van liefde. Langs de wilgen van mijn kindertijd. Het zilver asfalt. Langs grachten. Rimpelend oliewater, denkend met 100 ogen, blindelings op weg naar jou. In mijn hoofd Jacques Brel, een lied van tedere hartstocht, de l'aubeclair jusqu'à la fin du jour. Zotheid van oude minnaars die me ontroerde, toen ik toch naar de wolken keek, betekenis zocht in de vlucht van meeuwen. Het gevoel was niet eens romantisch, in liefde willen verstikken. Het was een absoluut hunkeren, de Rubicon oversteken en nooit meer terug, klemgereden met de voorbedachte raden. Ik vertrouwde de eeuwigheid van jij en ik. Een wensbron had mijn stuivers geslikt. De voorspelling dat liefde geen last was om te dragen. Chanson de Vieux Amants van Brel komt voorbij in dat gedicht. Met die wondermooie regel. Finalement, il fallait bien du talent pour être vieux sans être adulte. Is dat een beetje een samenvatting van de bundel? Komt dicht in de buurt, vind ik. Ja, ik denk het ook, ja. Nu met het... Het zit er duidelijk in, want in die bundel is er een hele... is een kleine cyclus. Achteraf heb ik gemerkt dat het eigenlijk allemaal gedichten zijn opgedragen aan Simon. En, maar als ik nu ook weer die gedichten hoorde die Warre heeft gelezen, wat ik hem erg dankbaar voor ben, dan frappeert het mij hoe scherp ik eigenlijk mijn jeugd, of laten we zeggen, met mijn ouders heb gefileerd. Eigenlijk staan daar dingen in die zo compact zijn, maar voor mij zo duidelijk zijn, wat ik anders zou denken dat je er een roman voor nodig hebt. Mm-hmm. Het is heel precies, ik kan het allemaal... Enfin, ik vind dat beeld, het is misschien hard, maar het is de herinnering. Mm-hmm. Heldenleven is ook een van de vier series die binnenkort te zien zijn, althans de gouaches, die bij het boek horen, die binnenkort te zien zijn in Galerie de Zwarte Panter, waar je een grote tentoonstelling hebt, nog tot 15 november, geloof ik, loopt die. Laten we eens beginnen bij die cyclus Heldenleven zelf. Synchroon gemaakt, die gedichten werden synchroon gemaakt met de gouaches. En dat is dan weer een techniek die je bij mijn weten nooit eerder gebruikt hebt. Nee. Moederland, een bundel, de vorige bundel denk ik, of die daarvoor, was nog een bundel met aquarellen. Waarom nu die verandering van techniek? Omdat ik vond dat ik de kleur van gouaches nodig had bij de gedichten die ik wilde schrijven. Dus er was nog niks, stond nog niks op papier. Maar ik had een beeld, voor ogen van hoe dat... de toon van de prenten moest zijn. En daarom koos ik voor gouaches, omdat die verf, die kleuren, die slaan neer, die zijn getemperd. En die zijn dekkend. En dat is een technische kwestie, maar dat is ook gevoelsmatig. En ik wist ook van mezelf dat die techniek me niet lag. Ik had het vroeger, heel lang geleden, geprobeerd. En op een of andere manier had ik het niet in mijn vingers. En nu wel. Vier series. Een andere serie heet Tacalpa
en Bilzen, geloof ik. Hè? Catalpa en Bilzen. Mm-hmm. Catalpa is een trompetboom die bij jullie in de tuin staat. Mm-hmm. Die heel teder wordt geschilderd. Mm-hmm. En daar tegenover dit beeld wat we nu zien. Ja, dat is de idee van de Catalpa-schilderij is bijvoorbeeld zo'n samenwerking met Simon, die mij attent maakte op het beelden, op het schimmenspel van de schaduwen en dat dat schilderijen zouden kunnen zijn. En dat beaamde ik toen ook wel. En ik heb dan een reeks schilderijen van die Catalpa-schaduwen gemaakt. En dan gebeurde die brandstichting in het asielcentrum in Bilze. En toen je dat verslag zag in het journaal en nadien ook de foto's in de krant, werd ik gefrappeerd door die verkoolde spanten van het dak. En daar zie je dan ook onmiddellijk schilderijen in. En ik vond het dan interessant of boeiend of om die twee thema's samen te brengen. Dat is eigenlijk die beeldtaal die de natuur je aangeeft thuis, als je zit te ontbijten bijvoorbeeld, en je krijgt dat zonlicht met die schaduwen binnen, en je luistert op dat moment naar de radio, en dan hoor je het nieuwsbericht en het verslag van zo'n afschuwelijke daad. Dus je krijgt die twee werelden, die lieflijkheid en dat complexe van de maatschappij, krijg je tezamen. En zo leven wij toch. Mm-hmm. Van het ene been op het andere. En dus mijn bedoeling is ook om ze dan in de Zwarte Panter samen te brengen. Die twee werelden. En hier zien we weer een glimp van de geëngageerde Jan van Riet. In 2008, toen je voor het eerst weer poëzie schreef, mocht ik de inleiding houden bij je bundel Stormlicht in de Zwarte Panter. Ah, ja. En ik omschreef die poëzie toen als strijdbare melancholie. Mm-hmm. Als ik kijk naar de evolutie van de poëzie daarna, is dat strijdbare minder geworden en de melancholie gaan overheersen. En hier zie je toch weer een glimp van de oude Van Riet. Ik denk dat in de gedichten zit nog altijd heel veel, laten we zeggen, maatschappijkritiek. Maar ik doe het misschien op een verhulde manier. Ik wil niet expliciet zijn. Het is een soort klimaat dat je moet aanvoelen van een onvrede, van kritiek enzovoort. Proberen te analyseren wat allemaal op ons afkomt. Ik vind niet dat je daar te duidelijk of moet in zijn en niet aan overacting doen. En bijvoorbeeld, ik ben nu bezig met een nieuwe bundel, die gaat over deze periode. De coronaperiode. Over het virus enzovoort, wat dat met de mens aanvangt, uitricht. Maar eigenlijk gaat het ook vooral over de maatschappij waar dat die naartoe gaat. En over de misgroeien enzovoort in de wereld. Ja, je schrijft echt poëzie als een bezetene, mag ik wel zeggen. Hè. Dus het ene bundel volgt op de andere. Bijna alsof je haast hebt. Ja, misschien wel. Ik denk, ik plan niet. Als het lukt, dan lukt het en dan gaat het ook snel. Mm-hmm. Ook met schilderen. En je raakt ook op den duur in een flow. Als je voelt dat het goed zit met wat je met schilderen of met schrijven, dan wordt het wel makkelijker om door te gaan. Mm-hmm. Pizza en de Dood gaat die heten, hè? Pizza en de Dood, ja. Mm-hmm. Ja. Te verschijnen bij een prestigieuze uitgeverij in Nederland. Ja. Ben je tijdens die coronaperiode, je schreef dan kennelijk die gedichten, ben je anders gaan denken over kunst? Iemand als Ramzi Nasser bijvoorbeeld schreef toen een essay, dat zul je gelezen hebben, waarin die zei dat hij anders was gaan denken. Het eeuwige cliché is dat
kunst is nutteloos en het nut zit net in die nutteloosheid. Nasser begon toen te ontdekken dat kunst eigenlijk wel nut heeft, namelijk troost in zulke tijden. Maar daar heb ik al een paar jaar geleden een heel stukje over geschreven in Radeloos Geluk, over de betekenis van kunst. En dat voor mij de enige betekenis zou kunnen zijn dat kunst troost brengt. Of vermaak, waarom niet? Maar ik gokte vooral op het brengen van troost. En ik zag dat dan ook in tegenstelling tot die fameuze slogan van Antwerpen 93. Kan kunst de wereld redden? Uh-huh. Dus wat waarin ik niet geloof. En ik vind dat de kunstenaar zich iets bescheidener moet opstellen. En dat het al fantastisch is als we in moeilijke tijden het lot van de mensen kunnen verlichten. Ja. Dat is al fantastisch. Ik herinner mij ineens uit Radeloos Geluk het troostdekentje van Linnaeus. Ja. Dat altijd op zijn duim zuigde, ja. De figuurtje van, ja, Peanuts. Ja. Dat is het een beetje wat, ja, kunst zou willen, ja, of kunnen zijn. Ja. Ik dank je, Jan. Ik dank jou ook. En ik we dank gaan iedereen. Nog luisteren naar een laatste gedicht. Ja. Warborgmans. Dat gedicht heet Rechtop. Je leest de tekst van je leven. Je kan hem zingen. Zoals in de karaokebar. Lyrics heet dan het verslag van doen en laten. Misschien is het vooral dit laatste waaraan je terugdenkt. Gemiste kansen, wat er fout ging, wanneer en met wie. Vooral dat, ontspoorde relaties, twijfelachtige ontmoetingen. Dat zijn magere, doorzichtige woorden. En now, the end is near. De kroeg lalt ze samen met jou. Verknipte zinnen, dansend over jouw schouder, vanaf een Japans beeldscherm, sentimenteel gestreamd. Hier, ginds en overal, de hele planeet zingend over jouw aandeel in verlies. Builen die je opliep, dat vallende doek. Maar alleen jij zit ermee. Dankjewel ook, Warborgmans. Dankjewel, hooggeëerd talrijk publiek. Dankjewel, uitgeverij Polus. Dankjewel, Behoud de Begeerte. Nu, dat was het, geloof ik. Okay. Het enige wat mij nog te doen rest, is u aan te bevelen u naar de boekhandel te begeven en daar Heldenleven te kopen. Of u gaat naar Galerij de Zwarte Panter en daar treft u Adriaan Raamdonk en de schilderijen van Jan Farid. Dank u. Tot ziens. Het gaat u allen goed. Dank u.